Voor de 9e maal zijn in Tilburg uit alle delen van ons land automobilisten bijeengekomen. En ze hebben hun auto's meegebracht om daarmee en daarin de Brabant grensrit 1952 te rijden. Deze jaarlijkse betrouwbaarheidsrit van ruim 800 kilometer begint altijd 's avonds. Dan is het meteen een beetje moeilijker. Ditmaal bestond zij voor het eerst uit 4 etappes van elk 200 kilometer. Na elke rit was er een uurtje rust in Tilburg zelf. En dat was hard nodig ook, want zo'n tocht is bijzonder vermoeiend. Er moet een voorgeschreven gemiddelde gereden worden. En er zijn de controleposten die je niet mag missen. Want dat kost strafpunten. Verder zijn er een groot aantal secundaire wegen in het traject opgenomen. En daar rijdt het niet zo best op. De grootste moeilijkheid is het zoeken naar de juiste route. En begin daar maar eens aan, als je alleen maar met een kleine routekaart gewapend uit zo'n doolhof bijvoorbeeld moet zien wijs te worden. Of je rijdt op een landweg en dan komt er plotseling een splitsing. Wat dan? Je weet nooit of de man voor je het bij het rechte pad heeft. En dan die controleurs die zich zo verdekt mogelijk opstellen, ook al laten ze hun stoelen langs de weg staan. Het was mooi weer, de hele rit, in tegenstelling tot vorig jaar toen het stortregende. Desondanks had de winnende equipe 124 strafpunten. Wel een bewijs dat het niet zo eenvoudig was,